We krijgen zometeen hier de genomineerden van de beste 10 kunstwerken, als ik me niet vergis, die zijn ingezonden, langsgebracht voor onze statieportretverkiezing Leven de Koning. Ja, Gregor. Ja, spannend. En ik zit hier naast Sandra Schuurhof, koningshuisdeskundige en jurylid. Was het een moeilijke taak of was het een makkie? Nou, het is eigenlijk vooral een leuke taak. We hebben vooral gekeken ook naar de originaliteit van de schilderijen. De gebruikte techniek, maar ook, ja, is het Willem-Alexander? Want het moet wel een portret natuurlijk zijn die onze kroonprins, bijna toekomstig koning, eer aandoet. Dat was natuurlijk wel vooral belangrijk. Ik heb net even gekeken. Ik zag Rick Niemann ertussen zitten, weet je wel. Allemaal portretten die totaal niet op de koning leken. Ik zag Robin Linschoten ertussen zitten. Die lijken wel een beetje erop. Moesten nog speciale criteria gehanteerd worden om zeg maar tot prijswinnaar gebombardeerd te kunnen worden? Ja, wat ik zei, het moest lijken. Het moest wel een fijn gevoel. Je moest er langs lopen en denken van ja, hier wil ik naar kijken. Hier krijg ik een bepaald gevoel bij. En eigenlijk was de jury redelijk eensgezind. Het was wel lastig. We zijn eigenlijk de schilderijen weg gaan halen waarvan we dachten van nou, die worden het niet. En zo werd het er steeds minder. En de laatste 5, 6, dat werd wat lastiger. Toen stond er natuurlijk wel een beetje discussie. Maar ja, uiteindelijk ja, het was wel een beetje, we konden er van eenmaal heel moeilijk afscheid nemen. We bleven maar met een top 4 zitten. Maar ja, dat was lastig. Hè? Want het moest de top 3 worden. En toen was er ook nog een beetje gesteggel over de nummers 2 en 3. Oh. Maar dus de nummer 1 was wel gelijk unaniem? Ja. Okay. Eigenlijk wel. Dat hadden we meteen. En dat had geval voor een bepaald gevoel wat het opriep. Dat je dacht van, hier wil ik nog een tijdje naar kijken. Ja. Nou, ik ga het nog een keer zeggen. Je kunt dus meekijken. Het is een radioprogramma. We zitten hier gezellig in onze radiohuiskamer. Maar je kan meekijken via onze website omroepwest.nl. Of natuurlijk gewoon via TV West. En dan kun je straks ook zien. Hoeven we niet alleen uit te leggen hoe het winnende portret is. Maar kun je ook zien wat het winnende portret is. Ik zou zeggen, de kandidaten die kunnen binnenkomen met... Er is één juffrouw bij, heb ik begrepen. Ze komt een gigantische klas kinderen mee naar binnen, geloof ik. Kom binnen, zou ik zeggen. Dan gaan wij tijdens de muziek ons verplaatsen naar de kunstwerken en dan gaan we zo de ontknoping laten plaatsvinden. Ik zeg wel vaker dat de huiskamer een beetje een kippenhok is, maar zo ergens vandaag is het nog nooit geweest. Ik heb hier, met zoveel zitten jullie in de klas? 29. En zijn jullie er allemaal? Ja. Ja. Wacht, jullie dan even horen. En dan zijn ze allemaal stil. Yeah. Even, hey! Yeah. Ja, precies, dat wilde ik even horen. En van welke school zijn jullie? Groen Oase. En Debbie, ik heb hier een leerling en die zegt, die komt binnen en ze zegt, je raadt nooit hoe mijn moeder heet. Hoe heet jouw moeder? Bea. En je vader? Alex. Het is toch niet te geloven. Een vader die Alex heet en een moeder die Bea. En hoe heet jij dan? Floortje. Oh, gewoon Floortje, geen Juliana of... Amalia. Zo. Amalia. Het moment van de ontknoping is nu eindelijk aangebroken. We hebben de genomineerden binnengehaald. En een van die genomineerden is juf. Even voor de uitleg waarom hier een oase zit. Dat zijn namelijk haar leerlingen. Want die moesten natuurlijk, ja, daar moet je toch wat mee. Hè? Als je geen les geeft, moet je ze meenemen. Je kon niet gewoon de kinderen aan een collega overlaten. Nee, die collega's die zien dit groepje niet zitten. Oh, ze zijn zo schattig, toch? Nee, jullie zijn niet schattig. Oh, ze zijn niet schattig. Ze zijn zo super. Daarom gunde ik ze een uitje. Gewoon lekker. Lief. Geen rekenen, geen taal. Hè? Jongens, meiden. We hebben Sandra Schuurhof, die hebben we niet voor niets uitgenodigd. Want zij is natuurlijk koningshuisdeskundige, mag ik je toch wel noemen? Ja, ik heb al 15 jaar kijk ik van dichtbij tegen het gezicht van Willem-Alexander aan. Dus ik zou moeten kunnen beoordelen. Jij weet hoe hij er echt uitziet, precies. En jij bent dus ook een van de juryleden die al die prachtige werken heeft bekeken, uitgeselecteerd. Want je vertelde net, we zijn gaan selecteren, we zijn gaan laten afvallen. En uiteindelijk hield je er een paar over. En er zijn er dus niet 10, zoals we jullie hebben verteld, kandidaten, schilders, kunstenaars, maar 3 overgebleven. Zijn er 3 overgebleven? Wow. Ja. Dus hier staan gewoon de top 3, jongens. Hier staat de top 3. Ja. Ja, die hebben we in huis. Sandra, aan jou de eer. We gaan het doen net als met een misverkiezing. Misschien kunnen de kandidaten even bij elkaar gaan staan. De kunstenaars, moet ik zeggen, de kandidaten. Dat is een beetje een rare uitdrukking in dit geval. De 3 genomineerden op rij. We loodsen ze even naar Gregor en naar de kunstwerken. Ja, dan gaan ze even voor hun eigen kunstwerk staan. Sandra, aan jou het woord. Ja, ik ga beginnen met de nummer 3. En je zou denken, welke zou dat zijn? Hè? Jullie kijken, gespannen gezichten. Nummer 3 is geworden het statieportret van Herre Methorst. Ik zeg applaus. Wow. Ja.
Prachtig, prachtig schilderij. De jury, waar, namens wie ik mag spreken, vond het een heel eigentijds schilderij. De techniek natuurlijk, hè? Ja. Want welke techniek heb je gebruikt? De techniek is computerkunst. Ik teken op de computer. Dus alles wat ik hier gemaakt heb, is op de computer gedaan. Misschien moeten we heel even omschrijven voor de mensen die niet meekijken. Zeker ook even straks gaan kijken bij TV West. Want het is fantastische schilderij. Je ziet Willem-Alexander, eigenlijk een voeten uit tot zijn knieën. Oranje achtergrond. En een heel modern, echt het eigentijdse statieportret is het geworden. Hij heeft de handen in elkaar geslagen. Ja. Hij lacht en je kunt er niet omheen. Het is niet een schildertechniek, maar als je er langs loopt, je weet meteen dat Willem-Alexander is, zonder dat het te veel geprobeerd is om een ware gelijkenis te trekken. Ja. Ik heb hem eerst geprobeerd ook om een andere achtergrond te gebruiken. Om hem bij de duinen en de zee op de achtergrond te zetten. En dat ik geloof dat zijn overgrootvader dat ook een portret is waar die daar op de duinen staat. Maar toch voor een oranje achtergrond gekozen, strakker. Ik vond het niet meer van deze tijd om dat te doen. Het leidde ook veel te veel af van hem. En ik heb hem eigenlijk heel strak. En zoals hij. Geen toeters en bellen eromheen. En, zoals hij is. Eigenlijk. Wij vonden het meest moderne eigentijdse statieportret wat erbij staat. Gefeliciteerd. En de derde prijs bestaat uit een koninklijke high tea voor twee personen bij restaurant Het Heden aan het Noordeinde in Den Haag. Gefeliciteerd. Nou, jij krijgt een check. Nog één keer applaus en dan gaan we het lekker spannend maken. Want wat doen we dan? Dan gaan we lekker eerst eventjes naar muziek luisteren. En dan weten we in ieder geval dat de nummer 1 en 2 daar nog staan. Dat betekent dat jullie juf nog eerste kan worden. Ja, spannend. Straks de ontknoping, de echte ontknoping. En de publieksprijs niet te vergeten. Want het publiek heeft ook gestemd op omroepwest.nl. En wie is dat geworden? Ook dat. Ja, het is een beetje heiligschennis om de Golden Earring te onderbreken. Maar we doen het toch, want we hebben nog twee hele zenuwachtige mensen. Twee kunstenaars. Die hebben een prachtig statieportret hier ingeleverd van Willem-Alexander, onze nieuwe koning. En zij maken dus kans op de eerste prijs. En wat die eerste prijs is, dat horen we zo meteen. Waar is Sandra Schuurhoff gebleven? Sandra staat hier naast een van de genomineerden. Ja. Gaat u ook erbij staan? Ja, want we hebben nog twee genomineerden over. Dat zijn ze, twee dames. En misschien kunnen we die vast even voorstellen. Gaan we lekker nog langer de juf heb ik houden. Al even kort gesproken. U bent Anna van Buren. Anna van Buren, wat een schitterende toepasselijke naam. Ja, hele mooie naam. Anna van Buren uit Maasland. Uit Maasland, ja. En in het dagelijks leven juf van groep 6. Ja, juf van groep 6. En hobby schilderen? Hobby schilderen, ja. Tekenen. Ja. En daar cursussen voor gedaan of gewoon uit los handje? Heel veel. Nee, ik heb wel veel cursussen gedaan. Cursussen gevolgd, ja. En als klein meisje al begonnen bij een beetje les van mijn vader. Want die zag dat ik het wel leuk vond. Ja. Dus, en ze probeert het ook over te brengen. Want elke vrijdag geeft ze tekenles. Heb ik dat is mooi. En de andere genomineerde voor de eerste of tweede prijs nog is Ria Hoornenborg. U ook een fervent tekenaar? Ja, ik teken heel graag. Altijd getekend. Ja, ben ik altijd mee bezig. En welke stijl gebruikt u het liefst? Nou, tekenen kan je het beste sturen. Dus met houtskool of met pastel vind ik heerlijk om te doen. Maar ik werk op het olieverf, aquarel, alle technieken. Altijd nooit uw werk van willen maken? Jawel, maar dan moet je flink de boer op. Dat heb ik nog steeds uitgesteld. Nou, misschien helpt dit. Precies, dus vandaag het beginnetje mee gemaakt. Ja. Sandra, ga ons uit de droom. Ik kan de spanning niet meer aan. Nee. Ga ons uit de droom helpen. Nou, het was moeilijk. Hè? Kijk naar deze twee prachtige schilderijen. Dan kunnen jullie het goed zien allemaal, die over zijn. Het zijn twee hele verschillende schilderijen. En we hebben er lang over nagedacht, want het heeft allebei iets. Het is allebei echt Willem-Alexander. Maar uiteindelijk gaat de tweede prijs naar dit schilderij, naar Ria Hoornenborg. Gefeliciteerd. Ja. Wat dat betekent dus dat de eerste prijs is gewonnen door jullie juf. Jullie snappen het heel goed. Ja, dat weten jullie al, hè? Eigenlijk had ik de eerste. En de eerste prijs, ja, Anna van Buren, het zit al in de naam, hè? Ja, het zit in de naam. Ja, Willem van Buren, mijn grote vriend. Juist, de naam die hij gebruikte om bijvoorbeeld toen aan de Elfstedentocht mee te doen. En ja, prachtig schilderij. Dat was eigenlijk was de jury
ook wel daar heel erg eensgezind over. Als je er langs loopt, je kunt er alleen maar vrolijk van worden. Het is een tegel voor de mensen die alleen maar luisteren. Met de afbeelding van Willem-Alexander op, uiteraard. Een lachend gezicht en omringd door allemaal, hoe zou ik het zeggen... De Hollandse elementen die staan voor de drie prinsesjes, de kroon, het toekomstig koningschap. En alles in Delfts-blauw uitgevoerd. Ja. Sandra, we hebben checks voor de prijswinnaar. Dit is voor de tweede prijs. Ja, de tweede prijs krijgt een koninklijke fietstoer door de Hofstad met nachtburgemeester René Bom als gids voor 10 personen. Gefeliciteerd. Oh, heerlijk. Dankjewel. Wow, en de eerste prijs? En de eerste prijs, ja, dat is echt een hele mooie prijs. U krijgt een verwenarrangement voor 2 personen bij het Gouden Hoofd, bestaande uit een diner, overnachting en ontbijt. We hebben nog een klein muziekje, jongens, en daarna de publieksprijs. Ik wil zeggen, we hebben ook nog een publieksprijs. De publieksprijs. Maar we gaan eventjes gewoon even bijkomen. Ja, leuk. Lieve de koning, we hebben net de 3 winnaars al bekendgemaakt. En ik denk, aangezien er niet meer kunstenaars staan, dat het ook wel duidelijk is dat de publieksprijs ook door een van jullie gewonnen is. En voordat we daar naartoe gaan, want een van de nummer 1, de winnares, heeft haar hele klas meegenomen, 29 kinderen. En dan denk ik, hebben jullie een beetje geholpen? Want je kon stemmen, hè? Ja. Allemaal gestemd op de juf? Ja. Nee? Er zei iemand nee. Wou papa niet? Is papa erbij? Nee. Nee, anders krijgt hij billenkoek van me. Oh. Maar heb je helemaal niet gestemd of niet op de juf gestemd? We hebben wel. Oh, mama zegt dat er wel gestemd is. Gelukkig. Debbie, gelukkig. Ik heb nog een verrassing voor je. Voor mij? Ja. Nou, voor iedereen eigenlijk. Want voordat we naar de publieksprijs gaan, is er ook nog een 4e prijs in het leven geroepen. Ja, leg uit. Dat heeft de jury zelf, heel eigenwijs gedaan. Ja. Want we vonden het zo mooi schilderij. Maar het leek niet heel erg op Willem. Het leek wel op Willem-Alexander, maar op een andersoortige manier. En toen dachten we, laten we even zien. Haan heeft bij. We vonden hem zo leuk en we vonden zoveel dat je dit eigenlijk de meest herkenbare stijl van de schilder hierin zat. Dat we konden er geen afscheid van nemen. We vonden echt dat hij een prijs verdiende. En daarom namens de jury wil ik Anthony Hansens, dat is de kunstenaar van het Haagse Atelier die dit schilderij heeft gemaakt, willen we toch een prijs aanbieden. Ah. En er wordt een lunch in het Gouden Hoofd. Wat lief. Voor 2 personen. En ik ken Anthony een beetje, want die heeft hier een keer een hele uitzending met zijn pentekening zitten tekenen. Hij is autistisch, dat mag ik er wel bij zeggen. En hij heeft toen een prachtige vogel achtergelaten. Die hebben we zelfs nog verkocht. Die heeft hij heel lang aan de muur gehangen. Dus ontzettend leuk. Maar dan nu. Ja, dan de publieksprijs. Ja. Daarom wil ik graag even naar voren vragen. Naomi van Tongeren van Artifact Tekenhandel. Kom erbij. Want je hebt ook een prachtige prijs nog om te vergeven. De publieksprijs. Hè? Alle luisteraars en kijkers van TV West. Iedereen mocht zijn voorkeur uitspreken over al die ingezonden werken. Prachtige werken ook. Hè? Want we hebben het nu eigenlijk maar over 4 werken gehad. Maar er waren natuurlijk nog heel veel meer mooie kunstwerken. Beeldhouwwerken, tekeningen van kinderen. En het was moeilijk. Want het was allemaal leuk. Maar het moest ook wel. En het moest ook wel een beetje lijken natuurlijk. En dan werd het moeilijker. Hè? Ja. Maar ik wil graag aan jou de eer laten om de publiekswinnaar bekend te maken. En draai je dan even naar de camera? Ja. De winnaar, daar weer deze camera, van de publieksprijs is geworden. Tevens ook de winnaar van de schilderijen. De juryprijs. De juryprijs. Dus de juffrouw van de school. Anna van Buren. Een hele. En wat krijgt ze van Artifact? Een prachtige schilderkist, acryl. En we hebben ook nog doeken voor je erbij, maar die staan. Oh, leuk. Ja, dat is helemaal mijn ding, acrylverf. Ja, ik heb het gezien, dus het is echt een schot in de roos. En mijn penselen met 2 haartjes. Heel fijn. Die zijn versleten, want ik moest Maxima nog op de stropdas doen. Ik heb het gezien. Dat was een heel gepriegel. Dus het komt geweldig van pas. Nou, hartelijk bedankt. Ja. En hoe vindt u dat? 2 keer tot nummer 1 worden uitgeroepen op 1 dag. Ik heb het heel warm. Geweldig, ja. Publiek, allemaal die op mij gestemd hebben. Heel erg hartelijk bedankt. Kinderen, voor jullie support. Geweldig dat je erbij was. Belangrijke vraag natuurlijk. Waar komt dit schilderij te hangen? Komt die in Maasland op het school te hangen, de Groene Oase? Nou, daar moet ik nog een nachtje over slapen. Wat vinden jullie? Ja!
Dat dacht ik al. Ja, nu heeft hij een beetje druk op zijn schouders. Ja. Dit is. Okay. De prijswinnaar zijn eerst te bewonderen in de galerie, hè? Ja. Op het Noordeinde. Ja. Op het Noordeinde. Kunnen het in de, ja, en bij jullie, hè? Daarna komen ze bij Artifak. Vanaf 4 mei met een feestelijke opening. En waar zitten jullie ook op het Noordeinde? Op het Noordwal. Op de Noordwal. Noordwal, nou, dat is in de buurt. Vlakbij. Prachtig. Inderdaad. Want de eigenaar van de Galerie Noordeinde was ook een van de juryleden. En zij is heel trots, heeft ze gezegd, dat ze deze prachtig kunstwerken mag tentoonstellen. Geweldig. Ja. En nog heel, heel even toevoegend, er komen ook nog lijsten omheen. Hè? Dat is ook een prijs, toch? Ja, een prijs voor de winnares, ja. Ja. Komt er nog een lijst. Kijk, Schippers en Zoon in Den Haag in de Kazernestraat. Dat is de officiële lijst te maken van het statieportret. En die schenkt u ook een prachtige lijst om dit schilderij heen. Goed zo. Heel erg bedankt. Wat veel allemaal. Geweldig. Nou, we gaan hier even met z'n allen polonaise lopen, denk ik. Ja. En even bijkomen.